In eerste instantie moet de volledige gezondheidszorg naar de regio, zodanig dat de preventiemiddelen die geïnvesteerd worden, dat die ook terugkeren naar de investeerder, namelijk naar de Vlaamse overheid. Als N-VA willen wij ook naar die 5% de WHO-norm eigenlijk gaan gaan. En wat willen we dan gaan doen? We willen de preventieve maatregelen en screenings die we hebben nog beter gaan inzetten, want we hebben een participatiegraad die omhoog kan. Daar is absoluut nog werk aan. We willen meer gaan inzetten op neonatale screening. We willen meer gaan inzetten op die levenslange immunisatie, levenslange preventie. Maar daar zijn middelen voor nodig.